We zitten hier wel in een prachtige tuin. Is dat jouw werk? Nee, dat is mijn werk niet. Gelukkig niet. Maar ik geniet er wel van. Mijn dochter heeft dat helemaal geplant. Dit was een stukje weiland. Allemaal onkruid en de vrees erin gezet. En mest eronder. En nu is dit het resultaat. Gerlinde, je hebt heel veel soorten. Ja, de schoonheid van de natuur. Ieder bloem is zo uniek als je ze van dichtbij kijkt. En hoe klein de blaadjes zijn. Maar ook alle kleuren, alle vormen, alle soorten. Ja. Het is echt, ik word er heel blij van. Wanneer ben je ermee begonnen? Ja, dat is nu ongeveer 2 jaar geleden. Ja, het was een stuk grasveld. Dat hebben we omgeploegd. En toen ben ik gaan tekenen. En toen heb ik alles in een soort spiraalvormen getekend. En dan, een soort indeling gemaakt van kruiden tot vaste planten, tot zaaibloemen, dahlia's, vlinderstruiken. Dus zo heb ik, Maar je moet er wel een beetje verstand van hebben wat een beetje bij elkaar kan. Dat had ik aan het begin dus niet, maar er is heel veel te vinden op internet hierover. Ja. Veel onderzoek gedaan. Het eerste jaar had ik ook last van luis bijvoorbeeld op de lupine. Maar dan lees ik dat citroenmelissen daar tegenover juist weer zorgt dat het luis weg is. Dus zo ben ik een beetje gaan spelen. En het is nu een hele gezonde tuin. Biologisch? Ja, alles is biologisch. Maar dat is echt je bedoeling, om biologisch te kweken? Ja, dat vind ik toch heel mooi. Zonder chemische troep erin. Ja. Nou, we hebben hem bekeken, maar ik vind hem heel mooi. En ik zou zeggen, ga zo door. Ja, dankjewel. Ja, heel blij mee.